Ondertussen heb ik hier de motorkap. Het ligt er niet helemaal op, maar we hebben de motorkap erop gelegd. Voor te kijken hoe alles past. Het is heel wat veranderd. Die bult gaat eraf, wordt plat gemaakt voor de aanpast. Je weet het nog niet. Je gaat er zeker af. Maar zien dat we niet met een blower zijn. Ondertussen zijn we aan het kijken voor de uitlaat. Legt hij een keer provisoire, ik ga hem wat licht maken. Legt hij er provisoire in. Natuurlijk wordt hij nog gekut. Dat wordt aangepast. Dus ja. Het wordt weer recht, hè. Dan zonder die bult. Nu hebben we nog probleem dat die, als we hem vlak maken, dat de motor er niet onder kan. Dus we moeten nog iets aan een bult opkomen. En waarschijnlijk gaan we met een ding in een kaalhoed of zoiets werken. Nee? Ja. Klassiek, hè? Een klein beetje verzonken zetten. Dan heb je er een tool voor gemaakt. Ziek je? Nee. Dat komt allemaal in tak op een keer. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Savage Speed Nation. Vandaag gaan we een keer een overzicht tonen van wat er allemaal gebeurd is de laatste weken. Er is al heel wat, je kunt hier wat rond ons zien. Er is ook een kameraad van ons langs geweest, Andrew, die we leren kennen hebben in Zweden. Een Duitser, die is een keer langs geweest. We hebben ook een keer met de camera rond zijn auto gelopen. En voor de rest, ja, tonen we een keer wat de veranderingen vandaag zijn. En Veete zal ons daarbij helpen. Zijn een keer Veete. We zijn bezig geweest met de voorkant. Dus die plaat voor de uitzetter weer volledig ingelast. Dus die plaat zat los, dat moet ik er nooit aan. Dus dat zit er niet volledig ingelast. Dus samen met een versterking hieronder. Van die potjes zijn gemaakt. Met de neus eigenlijk vast te hangen. Dus daar kan je van die snaafsleuters aan de neus vastzetten, ja? Toch van onder een zetter daar in de wielkast hier. Een zetter daar een ding wat de neus heb stond. Ja, dus hier hebben we dus eigenlijk paneel, dat die panelen hier zijn, hebben we weggeslepen. Ja. Gewichtsbesparing, en dat was eigenlijk overbodig. En de neus wordt anders gemonteerd. Dus de neus kwam vroeger in één stuk los, en wordt nu dat stuk, het onderste stuk blijft staan, en het bovenste stuk gaat er mee van. En dat is gewoon qua gebruiksgemak een heel stuk handiger. Ja. En dat is ook mijn snelsluiting hier. Terwijl aan de andere kant zit dat er al. Kan ik kijken aan de andere kant? Afgemonteerd. Dus zo gaat het zijn. Hier komt de uitlaat door. Dat stuk blijft altijd vast, omdat dat vroeger niet zo was. En vanaf hier wordt heel die neus afgepakt. Nou, ik heb de neus laten doorsteken. De HA vet zijn, hè. Dit is een half. Ja, het is vroeger, met die krul er vroeger in zat, moesten we hem af te nemen, moesten we hem open trekken, heel die neus. En nu kun je hem gewoon vanaf hier afpakken. Dat is veel makkelijker in gebruiksgemak. Dan zie ik hier ook nog wat knutselwerken liggen. Ja, leg de kruid. Tja, de motorkap staat hier. Die scoop die erop stond, afgedaan. Ja, dus die scoop eraf? Ja. En
kiezen voor een andere schroef op te zetten. Ja, maar nu hebben we nog een keer een kuil goed. Ja, maar van deze zijn we nu het model aan het maken. Ja. En hopelijk lukt dat voor je achter te maken. Dus wat hebben we gedaan? Kort gezegd. Is gewoon een motorkap met een kuilhoed erop. Ja. En daar polyester mat op gelegd of daar een maal van gemaakt? Maal van gemaakt en schuim. En schuim. Ja, en toch gaan we daar een polyester. Hopelijk. Spannend. Ja. Ik was er niet bij me gehoord dat avontuur was, dus wordt vervolgd. Oké? Okay? Yes. Today on the autobahn, yeah. You know, you look everything, it's gorgeous, everything is correct, yeah. And you go a little bit in the floor in the gas, yeah, yeah, the 20%, yeah. And then you move a little bit further for 2 seconds. You look on the tachometer, yeah. You see 160. Yeah. Yeah, that's tip of a switch. You're so fast, and if you step it all the way through, yeah. It goes easy over 250 in a couple of seconds. That's no problem.